Hallo mensen, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Ja, een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Afgelopen weken is er niet veel tijd en ruimte geweest om te zoeken. Wel ben ik nog een dagje naar het zuiden geweest, gezellig samen zoeken met iemand. We waren in een openbare groenstrook en ik dacht, ik ga gewoon lekker elk signaal graven, zuiver of niet zuiver. Zo heb ik zelfs twee compleet geroeste scheppen naar boven gehaald. Maar het heeft me ook wat moois gebracht en dat is dit embleem van een Shako van de Nederlandse landmacht rond 1865. Dus hoe gaaf is dat? Ook ben ik nog voor een paar verloren uurtjes in een parkje bij mij in de buurt gaan zoeken. En daar trof ik dus dit zilveren hangertje, een klavertje 4, aan. Nou, als dat geen voorbode van veel geluk is dit jaar, dan weet ik het ook niet meer. En ik heb een nieuwe camera aangeschaft voor nog mooier beeldkwaliteit. Deze kan zelfs in 4K cinema resolutie filmen. Ik kan niet wachten tot ik hem uit kan gaan proberen. Erg blij mee. En ja, dat is wat ik tot nu even met jullie wilde delen. Blijf het zeker volgen. En dan zie ik jullie snel bij het volgende avontuur. Tot later!